Maar op zondag heb ik altijd moeite, omdat ik gewoon eigenlijk een avondmens ben. En mijn ritme gaat dan steeds wat later gedurende de week. Woensdag is een halve dag, dus dan werk ik minder met kinderen. Maar dan kan ik dus wel in de middag alle plannen schrijven. Je trekt alles aan waar je gelooft, waarvan je zegt dat je het gelooft. En bij manifesteren moet je bijvoorbeeld echt zeggen, ik ben dit al, terwijl je niet bent. Dat voelt allemaal een beetje raar. Nee, ik realiseerde me echt dat ik zo ontzettend veel voor elkaar krijg. En ik vraag me heel vaak af, hoe kan het dat ik zoveel voor elkaar krijg wat ik wil? Ik ging echt zo, wee. En dat was niet echt handig. Sorry, maar ik ben geobsedeerd met dit. Zie je niet van? Voordat ik weer ga tongen dit weekend, moet ik even goed mijn tong poetsen. Maar ik heb wel vroeger, heb ik wel vanwege mijn ADHD wel moeite gehad met zelfliefde, omdat ik me altijd anders voelde ofzo. Het lijkt wel alsof iemand gewoon pats, keihard heeft geslagen. Het zit gewoon zo lekker, ook als je leraar bent. Iedereen zit in een spijkerbroek te werken. Ik zeg ook, jongens, dat is toch verschrikkelijk? Kijk, dit is best een lekker lookje. No. Hij zit net een beetje aan de strakke kant bij mij. En grappig is, je hoeft voor die nijsessie het dus niet te kunnen verklaren waar het vandaan komt. Toen kwam ik thuis met glas in mijn zak en dan zei ik, kijk mam, ik heb allemaal diamantjes gevonden. Zie? Fresh. Echt, echt een 10 gewoon. Dat ik gewoon een broodje mee naar huis wil nemen, zo lekker is het. Laten we een feta pistachesalade. Ik vul ze gewoon lekker met snoepjes. Het ziet er zo leuk uit. Zo, deze is lekker. Hij ziet er ook echt zo heel leuk oldschool uit. Dat ik hier ook een blaasontsteking heb opgelopen. Mijn hele leven al lekker, Becky. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag. Ik ga deze week meteen beginnen. Dat doe ik eigenlijk nooit, maar ik ga deze week meteen beginnen met de sponsor voor deze vlog. Ik maak natuurlijk vlogs voor jullie. En af en toe heb ik superleuke samenwerkingen. En ik heb nu ook een hele leuke samenwerking. En die gooi ik meteen aan het begin van deze video. Als je me volgt, weet je, ik ben heel erg van gezond eten, sporten, goed slapen. Ik ben nu bezig met manifesteren. Dat weten jullie volgens mij nog niet. Zo ik later vertellen. Ik ben met van alles bezig. Ik slik voedingssupplementen. Ik doe testen over waar ik nu tegen kan. Ik ben gewoon heel erg altijd met mijn gezondheid bezig. En voedingssupplementen dus. Is best wel irritant, zou je misschien wel weten, om in de avond al die pillen, je vergeet het, irritant water. Dus, dat weet je misschien ook als je me een tijdje volgt. Ik ben me helemaal een beetje gaan verdiepen in gummies, vitamin gummies. En ik heb best wel wat merken geprobeerd en ik heb nu een heel leuk nieuw merk. En zij wilde ook de sponsor worden van deze video, dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat is namelijk Yummy Gums, misschien ken je het wel. Mijn collectie is nog niet super groot, want ik wilde eerst testen of ik ze heel erg fijn vond. En ik heb er even 3 voor jullie om aan jullie te laten zien. Dit zijn degene die ik heb en waar ik echt sowieso super blij mee ben. En waarom ik dus dit nu meteen aan het begin van de video wilde vertellen, is omdat je misschien wel weet dat ik dus altijd op zondag heel veel moeite heb met in slaap vallen. Ik heb nu een super lekker bed waar ik heel erg lekker in slaap. Ik vind het huis heel fijn. Over het algemeen slaap ik heel lekker. Maar op zondag heb ik altijd moeite. Omdat ik gewoon eigenlijk een avondmens ben. En mijn ritme gaat dan steeds wat later gedurende de week. En op zondag moet ik gewoon eigenlijk om 10 uur slapen. 10:30 slapen. Om genoeg slaap te pakken. Omdat ik de dag erna dus vandaag als leerkracht moet werken. Ik kan niet goed tegen melatonine. Ik ga er niet heel lekker op. Maar deze Yummy Gums bevatten dus melatonine. Alleen ik weet niet wat het is. Maar deze zijn top. Deze neem je een uur voor het slapen. Dit zijn ze. En ik neem deze dus niet elke dag. Je kunt het natuurlijk elke dag nemen. Ik neem ze in principe eigenlijk nu alleen maar op de zondag. En dit bevat passiebloem, kamille, meidoorn en melatonine. 0,29 milligram per 2 gummies. Dit zijn de gummies. Ze zijn heel lekker deze. Ze smaken echt een beetje naar een winegum-achtig. Gewoon, ik vind ze echt super chill. Dus dit is wat ik als eerste aan deze vlog meteen wilde vertellen, aangezien ik dus nu merk, hey, ik ben nog bij de slaap gevallen. Hey, ik ben een keer, het is ochtend, misschien zie ik er nog moe uit, maar ik ben niet zo moe. Heel fijn. En dan heb ik er dus nog 2 waarom ik deze heb, is omdat ik een hekel heb aan het slikken van collageenpoeder. Ik doe het nooit en ik moet ermee gaan beginnen, want je merkt, je lippen worden gewoon dunner. Alles, rimpels, dingen, je moet collageen. Dus in de vorm van een gummy. Maakt niet uit wanneer je het neemt, ochtend, avond, het hoeft niet met eten, wat dan ook. Deze is in rood. Tada. En dit is dus ook leuk om te nemen. Dus meestal moet ik zeggen, neem ik deze in de avond. Aan het eind van de dag, omdat ik dus ook echt denk van, na het eten, lekker snoepje. Ik vind het echt heel chill. En deze bevat dus vitamine C en collageen op basis van vis. Ik weet niet of iedereen het weet, maar ik doe bijvoorbeeld nu sinds een paar maanden altijd vitamine C serum op mijn gezicht. Maar vitamine C is dus ook heel belangrijk voor de vorming van collageen, wat de huid ondersteunt. De stevigheid.
important. Bij mij is het nog redelijk onder controle, maar stevigheid van je huid is... Mm. I don't have Botox, so I have to take my collagen. I need it all. En daarbij helpt vitamine C dus ook nog eens bij de verzorging van je huid van binnenuit. Dus ik vind het lekker dat ik het smeer, maar ook fijn dat ik het opknabbel. Met multifruitsmaak. Deze klein beetje zuurig, bijna een soort van zure winegum. En dan heb ik er dus nog eentje. En dat is deze. En dat is heel erg fijn voor je hormoonbalans. B6 hierin, die reguleert ook je hormonen. En je ziet al die vrouwentekentjes. Het is echt voor vrouwen. En heel chill, waar heel veel vrouwen denk ik last van hebben. Helpt bij stemmingswisselingen. Wat dus door je hormonen komt, wat super irritant is. Nou, ik slik de pil dus niet meer. Ik ben weer helemaal mijn normale, gezonde menstruatiecyclus. Die is gewoon helemaal terug, helemaal fijn. Maar ik heb wel last van die hormonen. Deze neem ik ook nu. Paramesmaak. Ze zijn heel lekker. Niet alle gummies zijn lekker. Dus de structuur is heel lekker. Maar dus ook open bij de. Kijk. Echt lekker. Zonder suiker. Maar smaakt het nog heel zoet. Naast dat ze suikervrij zijn, is het ook goed om te weten dat ze vegan zijn. En dat ze geen kunstmatige kleur of smaakstoffen bevatten. Nou, het is gewoon heel chill om deze aan je routine toe te voegen. Omdat je er echt zin in hebt. Ik in ieder geval wel echt zin in. Gewoon, jee, zondag nog meer. Want dan neem ik deze. Dat was met eten. Ik hou van eten. Makkelijk. Drinken. Ik hou niet zo van water drinken. Vind ik moeilijk om aan mijn routine toe te voegen. Daar heb ik moeite mee. Dit niet moeilijk. Want je denkt, oeh, lekker snoepje. Dus je zal het nooit vergeten. Als jij ook benieuwd bent geworden, heb ik dus een kortingscode. Dus ook chill voor mezelf als ik meer aan mijn collectie wil gaan toevoegen. Mijn kortingscode is Charlotte20. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten. En ook een linkje naar de website van Yummy Gums. Je hebt heel erg veel keuze. Ik heb nu deze drie. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de rest. En ik lees hier trouwens ook nog dat ze dus ook nog eens vrij van gluten, lactose, gelatine, zaden en noten zijn. En ze zijn halal. Dus dat is ook heel fijn. Want heel veel mensen kampen natuurlijk met allergieën. Oké, nu moet ik heel snel wat anders aan gaan trekken. En me klaarmaken voor werk. Bye. Eitjes. Ik doe het altijd op maandag met haar. Ik dacht inderdaad dat ik het nu ook weer eens een keer doe. Dat is wel goed voor je. Ik heb zelf nooit zin om ei te maken. Ik eet echt nooit ei. Alleen als haar er is. En nu moet ik het weer even doen, want ik heb nog heel veel eieren ook. Ik moet over 10 minuten weg. Ik dacht, ik doe dit jurkje gewoon aan zonder riem. Dat vind ik eigenlijk wel lekker, maar ik weet niet of dat staat. Ja, toch? Prima. Dit is hier een maatje kleiner, ja. Een riem. Ik vind het lekkerder gewoon zo. Ik wil echt naar de kapper, want dit is zo lang, maar mijn kapper antwoordt niet. Dus je ligt lekker buiten. Oké. Okay. Zo schattig. Lekker benen in olie doe ik dus, maar een gietvuur wordt er steeds helemaal vet. Dus ik moet echt even goed... Zorg dat ik niet spetter. Maar dat is zo lekker. Die benen lijken ook meteen bruiner. Ze best wel toch droog zijn na het douchen. Ik smeer me eigenlijk nooit in. Maar wel als ik dus een jurkje of zo aan doe. Ik heb trouwens superleuke nieuwe oorbellen. En deze nieuwe ketting. En die heb ik gekregen. Ik zal even de laten zien toen ik ze ontving vorige week. Ik heb dus hele mooie sieraden mogen uitzoeken bij Lovebow. Een heel gaaf vintage sieradenmerk wat ik nog niet kende. Het is zo'n mooie kwaliteit. Het leuke is dat ze vermeigoud gebruiken. En dat betekent dat het een dikke laag 18 karaats massief goud is over sterling zilver heen. En daardoor gaat het veel langer mee en heb je gewoon de uitstraling en het gevoel van gouden sieraden. Terwijl je veel minder betaalt. Ze hebben een hele mooie collectie aan echt one-of-a-kind sieraden. En ze maken ook gebruik van natuurlijke edelstenen en zoetwaterparels. Daar heb ik ook uitgekozen. Echt, laten we even gaan kijken. Zo mooi. Oh my god. Ik heb dus zelf nog bijbetaald. Omdat ik dus heel graag precies deze artikelen wilde bestellen. Deze vind ik zo gaaf. Maar ik wilde ook heel graag die mooie ring. Dus ik heb shoptegoed gekregen, maar zelf ook nog geld bijgelegd. Dit vond ik namelijk ook zo niet normaal leuk. Dit zijn echt van die oorbellen waarvan iedereen gaat vragen. Oh my god, waar zijn je oorbellen van? Kijk nou, oh en die ring, wat mooi. Zo mooi. Ik heb mijn maat dus net een beetje verkeerd opgemeten. Hij is aan de grote kant, zie ik. Maar hij kan wel. Ik moet ook zeggen, mijn vingers zijn nu ook niet uitgezet. Dus volgens mij had ik een beetje voor de zekerheid iets ruimer gemeten. Maar hoe mooi is deze ring? Stom dat ik hem net niet goed heb gemeten. Maar het is wel fijn, want dan is dit in ieder geval een ring die ik ook in de zomer kan dragen. Als mijn handen helemaal zijn uitgezet. En dan heb ik hier als het goed is nog een tijgeroogsteenkettingje. Maar was dit vroeger altijd de favoriete edelsteen van mijn broertje of zo? Het deed me heel erg aan vroeger denken. Prachtig. Het is ook bijna een soort... Het is geen roze goud, maar het is een hele warme kleur goud. Zonder dat het geel is. Ik ben dus meestal niet zo van de korte kettingen. Maar ik vond dit zo gaaf.
dat ik deze dus wel heb gekozen. Een soort statement piece, zonder dat die echt heel groot is. En ik vond die match gewoon te leuk. En dit is eigenlijk wel fijn, want als mijn vingers al een beetje heet zijn, dan kan ik deze tenminste om. Want ik heb eigenlijk helemaal geen ringen die ik dan in de zomer lekker om kan. Het is een soort van statement, maar toch ook chic. Ik vind hem zo vet. Als dat ze zo zouden vallen, dan zie je ze niet echt. Maar ze vallen ook echt zo. Ik vind het super cool. Hij past heel leuk bij mijn andere ketting die ik altijd om heb. Super mooie tijgeroog. Heel subtiel. Oh, en niet geheel onbelangrijk. Ik heb voor jullie 15% korting geregeld op alles van Lovebo met de code CB15. Dus ben je op zoek naar toffe, originele statement pieces, one-of-a-kind sieraden, vintage? Check dan even de site. Deze zijn gewoon helemaal mij. Hoe vet zijn deze? Zo cool. Ik heb nog nooit iemand gezien met zulke oorbellen. Oké, jongens, ik ben klaar om naar mijn werk te gaan. Ik denk dat ik jullie daar wel zie, omdat ik niet zal vergeten om te vloggen. Doei. Het is veel te gevaarlijk. Is blij dat je veilig bent. Pauze. Nou ja, pauze betekent knutsel voorbereiden voor Da Vinci. Knutsel zoeken. Let's go. Kijk hoe leuk, het bord is eigenlijk een beetje af. Dus de mammoetjes bij de ijstijden. Vandaag hebben we nog bij de eerste mens grottekeningen gemaakt. Dit waren de kleren die we hebben gemaakt bij jagers en boeren. Omdat het dus ging over dat ze kleding maakten van wat ze hadden, dieruiden en zo. Nou, hebben wij het gedaan van oude kleding. Hier de grassen. En dan hier hele leuke robotjes die ik nog zou laten zien. Het schrift. Deze hoort er ook bij, de hieroglyphen, maar die kan je niet op het bord zetten. Nog meer robotjes, toekomsttekeningen. Zo dan bij de eerste mens. De toekomstige mens. Leuk toch? Helemaal gezellig. Ik vind daar nog net een klein beetje kaal. Misschien ga ik daar nog wat robotjes bij plakken. Dit werk ligt klaar voor morgen om tijdens het campingmodel nog te maken. Dit is heel leuk. We hebben er vandaag 3 van kunnen doen. Zonnetje van de dag met complimentjes. Dit staat nu allemaal centraal. En hier nog... heel veel grottekeningen. Kijk hè. Dit waren nog toekomsttekeningen. Grassen, grottekeningen, helemaal. Dit hoort niet. Ik ben zo blij, merk ik, dat ik nu pas even, nu ik thuis ben, even besef van... hey, ik loop echt te shinen, te stralen. Ik ben ook echt heel trots op mezelf, want... en... nou ja, ik weet niet of ik het allemaal vertellen, maar goed. Nou ja, en ik heb natuurlijk een opleiding kindercoach gedaan, wat natuurlijk ook heel fijn is voor dit. Maar dat het vertrouwen er gewoon heel erg is vanuit de school. En de IB'er kwam er naar me toe van, ik hoor dat je het gaat doen. En ik zei, ik ben zo blij. Zij zei, ja, ik ben ook heel blij. Dus dat zij het ook heel fijn vindt dat ik dit ga doen. En ademen. Gewoon dat het vertrouwen er is vanuit school. Maar ook dat ik zelf zo stuur ben geweest om gewoon ervoor te gaan. En gewoon heel duidelijk aan te geven, dit is wat ik wil. En ik had ook kunnen zeggen, ik ga nog een jaar mee voor de groep. Maar ik heb gewoon heel duidelijk aangegeven wat ik wilde. En daar ben ik ook heel trots op. Dat ik gewoon, ja, ik fix mijn dingen echt goed in het leven. En ik ben gewoon daar heel trots op. Ik regel mijn dingen echt goed. En wat ik doe, kan ik ook echt. Het is niet dat ik uit mijn nek loop te lullen of zo. Nee, als ik ergens voor ga, dan zijn het ook wel echt dingen die ik kan. Anders vind ik het ook niet leuk. Dus ik ben heel trots, heel blij. En ik ga eigenlijk... echt even, ik heb echt even kriebeltjes. Ik denk dat ik echt even een klein feestje in mijn hoofd, in mijn lichaam aan het vieren ben. Ik merk dat ik gewoon heel wie, echt heel blij ben van, wow, besef even wat je eigenlijk al vet lang wil doen. Dat je eigenlijk dacht, ik heb eigenlijk de verkeerde opleiding gekozen met de PABO. Hoewel, net nu gaat het natuurlijk ook weer super goed voor de klas. Dat je denkt, ja, ik kan voor de klas ook zoveel betekenen. En eigenlijk is het zonde dat ik dan stop. Maar ja, dat andere is gewoon wat nog dichter, beter bij me past. En nou, ik zeg gewoon wat het is hoor. Het is RT, dus... RT? Remedial Teaching. Dat betekent dat ik 1-op-1 met kinderen mag gaan werken die dus moeite hebben met bijvoorbeeld leerstof, gedrag, andere dingen. En die mag ik 1-op-1 gaan begeleiden, er plannen voor schrijven, samen met IB overleggen met externe mensen, instanties. Ik kom even op de woorden niet, maar ja, dit is wat ik eigenlijk al vanaf dag 1 denk, dit is wat ik hoor te doen. Dat mag ik 2 dagen doen. En dan zeg maar als compensatie ook om de school te helpen. En het is ook leuk om een beetje bezig te blijven. Ga ik dan ook 1 dag in de week voor groepen staan. En invallen en BAPO-dagen en dat soort dingetjes. Dus waarschijnlijk op de maandag. En dan wordt dinsdag, woensdag RT-dag. Woensdag is een halve dag. Dus dan werk ik minder met kinderen. Maar dan kan ik dus wel in de middag alle plannen schrijven. En evaluaties. En zoveel zin in. Want ik vind dat dus ook heel leuk. Plannen voor kinderen maken. En gewoon, ja, dan kan ik daar helemaal...
voel je je ook zo nuttig, joh, met die functie. Dus I'm really, really, really happy. Ja, heel blij. Oh, wat ik ook nog ga zeggen, wat ook nog daar heel leuk aan was trouwens, is, ik werk natuurlijk op dezelfde school als mijn moeder en we werken samen, maar je ziet elkaar nooit op school. Dus we hebben nu dat we elkaar op school gaan zien, want we gaan op dezelfde dagen. Zij gaat ook in ieder geval maandag, dinsdag werken, dus dan zie ik haar ook op school. Dus hoe gezellig is dat? Dan zijn we echt collega's, dan zie ik mijn moeder vaker. En we hebben niet dezelfde klas, waardoor we niet de hele tijd los van school alleen maar over onze kinderen lopen te praten, want daar worden we uiteindelijk gek van en mijn vader ook. En als RT'er, zeg maar, ja, ik denk dat ik wel een eigen werkplekje krijg, maar ik kan natuurlijk ook af en toe gewoon als ik eventjes na schooltijd of zo nog even moet werken, kan ik ook gewoon bij haar gaan zitten in het lokaal bijvoorbeeld of iets of wat dan ook. Dus ja, happy happy! Goedemorgen jongens, ik heb een lange broek aan. Nederland. Oh, Nederland. Maar daardoor kon ik wel mijn blouse aan. Dit is wel leuk toch, zo? Ik vond het best wel moeilijk om bij deze broeken iets te matchen, maar dit vond ik wel leuk. Het is eigenlijk alleen net ook weer een beetje hier zo groot, maar goed, ik hou van groot. Ik ben niet moe, ik ben niet moe, ik ben niet moe. Ik ga manifesteren, ik heb, ga me daarin verdiepen. Ik vind het interessant. Ik ben niet moe, ik ben gewoon niet moe. Zijn er meer mensen die misselijk worden van ei in de ochtend? Ik heb dus een ei, maar ik denk, ja, nu is hij nog lekker warm. Ik vind dat wel een goed begin van de dag, maar... Werkdag zit erop. Ik heb volgens mij niks gevlogd, jongens. Maar ik ben weer thuis. Ik heb een nieuwe obsessie. Ik ben net thuis. Een nieuwe obsessie is Poesie zo vastpakken. Ik heb het al 3 keer gedaan, maar ik vind het gewoon zo schattig om jou zo te pakken. Ik wil ook dat ze het gewoon leuk gaat vinden. Vindt ze het heel vervelend, denken jullie? Je bent gewoon schattig. Het is gewoon zo leuk om haar zo vast te pakken. Het is gewoon cute. En dan doe ik zo... Ja, je bent gewoon een kleine schattige fluff baby. Ze doet niet wurmen van ik wil weg. Kom maar. Ja, je bent cute. Ik weet niet, ik vind het volgens mij niet heel vervelend. Ik ben thuis. Het is 5:30 of zo. En mijn keel, ik was natuurlijk vorig weekend ziek. Voel ik heel erg. Dus ik ga lekker ultiem chillen. De zon schijnt. Geweldig. Want het was weer lange broeken weer. Dus ik ga gewoon even lekker mijn kleren uitdoen. En in het zonnetje zitten. Genieten. Samenwerking opsturen. Voor de vlog die jullie al hebben gezien. Van lamp en licht. En morgen ga ik heerlijk lekker op mijn gemakje editen. Kango jumpen doen. En lekker geen dingen verder. Oh, Poesie likt aan mijn nieuwe boek. Oh, dat wou ik. Daarom ging ik vloggen. Ja, kijk, dit boek. Je hebt er wel eens van gehoord. Misschien manifesteren kun je leren. Ik ben altijd een beetje bij manifesteren. Heb ik iets van, ik weet niet. Maar, nou ja, ik ga er later misschien nog over kletsen. Nu niet. Ik had er gisteren over met Hiel. Dat ik zei, ik geloof er eigenlijk heel erg in. Met die sessie van vorige week hadden we het er ook al over. En toen dacht ik, ja. Ik denk dat ik in heel veel dingen geloof dat ik het kan. En wanneer ik geloof dat ik het niet kan, lukt het ook eigenlijk niet. Zoals met het eten, waar ik het dus niet over wil hebben. Maar toen dacht ik, alles wat je, zeg maar, je trekt alles aan waar je gelooft, waarvan je zegt dat je het gelooft. En bij manifesteren moet je bijvoorbeeld echt zeggen, ik ben dit al, terwijl je het niet bent. Dat voelt allemaal een beetje raar. Iets wat je totaal niet vindt, moet je alsnog zeggen. Maar ja, ik vind het interessant. Dus ik heb een boek en ik ben heel slecht in lezen, dus ik ben benieuwd. Maar dit wordt mijn nieuwe hobby, hopelijk. Ik ga gewoon proberen om dit te doen. En anders geef ik het aan iemand, aan Hil of zo. Die vindt het ook interessant. Maar ja, ik ga lekker proberen voor het slapen een boekje te lezen. Good morning. Hi Poesie. Ik heb lekker, ik ben de hele ochtend lekker aan het editen. Ik heb uitgeslapen tot ik het gevoel had van nu wil ik opstaan zonder te kijken hoe laat het was en zo, heel lekker. En toen moest ik van mezelf beginnen met een glas water. Nou, die is nog niet op, want ik ben heel slecht in water in de ochtend. Maar vooral editen, dus ik ben al best wel ver. Ik mag niet opruimen of schoonmaken of dat soort dingen. Eerst editen, want dan is dat gebeurd. Dus dat ben ik aan het doen en ik ga er nu weer mee verder. Hi, je bent zo ontzettend schattig. En ik heb gisteren heerlijk in mijn manifestatieboek gelezen. Ontdekt dat ik eigenlijk heel erg manifesteer. En dat als ik niet manifesteer of ergens niet in geloof dat het me niet lukt. Zoals bijvoorbeeld het gewichtonderwerp, waar ik niet echt veel over wil hebben. Daar geloof ik niet in. En ik heb gisteren heel veel interessante beseffen. Nee, ik realiseerde me echt dat ik zo ontzettend veel voor elkaar krijg. En ik vraag me heel vaak af, hoe kan het dat ik zoveel voor elkaar krijg wat ik wil? Dat ik er heel erg in geloof. En dan ook wel geloof dat het universum, zoals ze dat hier noemen, ik noem het altijd lot, dan meebeweegt. Maar de dingen waar ik niet in geloof, lukken inderdaad ook niet. Dus heel
Het was niet precies hoe je manifesteren uitlegt, maar zo interpreteerde ik het een beetje. Dus ik ga straks weer lekker verder lezen. Heerlijk. Zo, bijna 7 uur, niet veel gevlogd, wel een hele lekkere dag gehad. Ik heb lekker om 4:15 al avond gegeten, nog die risotto met vis die ik had ingevroren. Dat was mijn tweede maaltijd en mijn eerste maaltijd was een salade. En daarvoor dus een matcha en ik heb nog wat water met een komkommer. En ik denk als ik terugkom van sporten heb ik nog een beetje havermout. En ik ga dus nu kango jumpen doen voor de tweede keer, want vorige keer ging het niet door. Ik heb er best wel veel zin in. Ik heb vandaag wat samenwerking dingen gedaan. Samenwerking die goed gekeurd was. Mijn vlog is helemaal klaar. Is aan het uploaden. De thumbnail is ook klaar. Alleen nog even de beschrijving. En ik heb een heerlijke dag gehad. Heel erg bezig met het manifesteren. Vind ik gewoon zo interessant. Er werd ook een boek, een film aangeraden. The Secret. Die staat op Videoland. Wat oudere film volgens mij. Daar ben ik steeds tussendoor als pauze een stukje van aan het kijken. Niet echt wow of zo. Maar wel leuk. Een soort van openbaring. Besef van hoe het werkt. Dus, en ik zit lekker in mijn boek ook. Dus helemaal leuk. Helemaal interessant. Nu ga ik de robot aandoen. Want die zet ik steeds niet aan. Oeh, omdat het zoveel herrie maakt natuurlijk. Maar het moet nu echt gebeuren. Dus ik ga lekker robot aandoen. Daarheen. Je moet wat eerder. Want je moet ook die schoenen en zo helemaal aandoen. Mijn haar zit in een knot. Ik vind het niet echt mooi of zo. Maar vorige keer zo'n staartje vind ik leuker. Zo hoep, hoep, hoep. Maar die staart zakt zo erg uit. Alles zakt uit. Ik heb ook de meest strakke sportbroek expres aan. Die plettende sport-BH. Want je gaat de hele tijd jumpen. Dus alles moet zo strak mogelijk. Dus ik zal weer helemaal dood zijn straks. Grote fles water mee. En dan ga ik. Hoppa. Ik heb even hula hoepen. Ik heb ook meteen even mijn allereerste hula hoop lesje ooit meegepakt. Ik kan dus niet hula hoepen. Dus ik dacht, ik ga het niet doen. Toen dacht ik, ja, ik ga het wel doen. Het duurt echt letterlijk maar 20 minuten. Super kort. Ze doen ook echt allemaal, sommigen kunnen echt ondertussen allemaal pasjes en bewegingen. Maar ik ging gewoon 20 minuten lang proberen dat ding draaiende te houden. En dat ging echt steeds beter. En dat is dus na Kango Jump. Dus dat ga ik voortaan ook gewoon elke woensdag meepakken. Toen was ik zo fanatiek dat ik dacht, ik ga ook nog de yogales meedoen. Dus dan hebben we nog een half uur yoga gedaan. Maar dat is zoveel op je polsen. Ik heb zeg maar sinds 35, dus sinds mijn restaurant, door deze beweging is het ooit in dat botje geschoten in mijn hand. Daar heb ik dus foto's van laten maken, maar ze zagen niks. En 2 weken terug, toen ik die Kango Jump les had gedaan, toen gingen we daarna stretchen. Waarbij je dus met 1 hand op de mat leunt en de ander zo naar achter stretcht. En toen voelde ik daarna, de dag erna, van shit, de pijn is terug. Dus toen ging ik terugdenken. En dat komt dus door deze beweging, dat je dus hierop leunt. En dat kan ik dus niet. En helaas, als ze foto's maken, zeggen ze er is niks. Dus dan heb je gewoon voor je leven lang daar last van of zo, weet ik niet. Maar ik merkte met yoga dat het zoveel pijn deed. Dus toen ben ik na een half uur gewoon de les uitgegaan. De vrouw zei ook, ja, we doen heel veel dat soort bewegingen. Dus ik ging nog proberen om zeg maar zo te staan. Maar dat lukte echt niet. Je moet op je pols leunen, dus. Of op je hand. Het is je hand. Ik dacht altijd dat het mijn pols was, maar het is je hand. Dus, maar wel lekker fanatiek dus. En ik ga dus wel die... Ineens heb ik ook helemaal schijt dat ik hier aan het vloggen ben. Dat boeit me ineens niet. Ik voel echt dingen gebeuren. Gewoon. Ja, helemaal leuk. Morgen ga ik lekker naar Zumba en dan ga ik... Dat is pas om 7:45. Ga ik daarvoor even mijn krachttrainingje doen. Want daar kom ik anders niet echt aan. Voel ik nu een beetje te laat. En nu ga ik lekker nog even een havermoutje eten. En kijken of mijn vlog is geüpload. En deze dag is echt top. Sorry, maar ik ben geobsedeerd met dit. Je bent gewoon mijn kleintje. Nee, blijf liggen. Poesie. 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 Mensen gaan nu zeggen dat ik helemaal mishandel. Yoga, ik zou het graag willen, maar... Not my thing. Ik ben bang dat ik pilates dan ook niet echt kan doen. Dus ik heb gewoon nu zoveel pijn aan die hand. Gewoon dit bot. Ja, ik heb het al vroeger ook wel eens verteld. Dat steekt een beetje uit. En dat, nu zit hier dus echt een heel groot gat. En dat bot verschuift dan. Maar ik kan het niet terugschuiven of zo. En dan over een week of zo is het weer goed. Ik heb dus eerst geprobeerd om het zo te doen. Ik heb ook zo'n blok waar mensen op gingen zitten. Heb ik opgeleund. Zodat mijn hand dus niet zo stond. Maar dus met een blok erbij. Dus zo. Maar het was niet chill. En ik was er ook heel slecht in. Maar ik vond het wel lekker om even die stretch en zo te doen. Dus het liefst zou ik het wel doen maken. Hula hoepen was heel leuk. Echt leuk. Want ik kon het eerst nog maar 3 seconden. En uiteindelijk ging het toch echt best wel... Ja, ik moet even... Eerst ging ik echt zo... Wii. Ze zegt, oh je doet al wel goed de beweging. Maar sommigen gingen zo... Zeg maar... Ik ging echt zo... Wii, 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 wii. En dat was niet echt handig. Of viel die? Oh ja, ik vond nu inderdaad helemaal dat het hier blauw aan het worden is. Oh lekker. Anderen gingen dus zo... Gewoon zo. Ik merkte, het lekkerst vond ik een soort van dit. Het ziet er zo idioot uit. En de rest stond gewoon zo, hè. Gewoon zo. La, 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 la. Dat ding ging echt zo. Oei, in mijn echt.
Maar de andere kant kan ik dus niet. Ik dacht dat je gewoon zo moest doen. Maar dat is het niet per se. Nou. Maar het ging aan het eind echt wel beter. En de meisje voor mij had zo'n sexy pakje aan. En die werd helemaal rood op de hele lijf. Alsof ze in elkaar was geramd. Ik weet dat dit heel goed voor je is. Dus hoe lekker om dat er nog even achteraan te plakken. Want kankerjump is maar 3 kwartier. En ik ging trouwens helemaal dood bij kankerjump. Ik was echt weer helemaal ontploft en dood. Dus dat is goed. Goedemorgen jongens. Het is donderdag alweer. Het gaat de tijd snel zeg. Ik heb een afspraak bij een mondhygiënist. Een collega op mijn school. Zijn vrouw heeft de tandartspraktijk. Hij werkte volgens mij ook. En ze hadden gevraagd of er mensen waren die als proefpersoon zeg maar een schoonmaakbeurt wilden. Dus ik zei eerst, nee, ik wil niet. Want ik heb zulke gevoelige tanden en ik vind het gewoon altijd eng. En ik zit ook nog steeds bij de tandarts in Zoetermeer. Daar ben ik pas 2 keer geweest en moet ik echt weer naartoe. Omdat die doen het ook gelukkig heel goed en zo. Toen zei hij, ja, dat is juist goed voor ons als jij dan bij ons proefpersoon komt zijn. Want dan kunnen ze oefenen. Dus daar ga ik nu heen. Het is een klein kwartiertje lopen, dus ik moet nu snel weg. Anders ben ik echt te laat. En als ik zin heb, loop ik daarna nog even door naar de Albert Heijn om ijsblokjes te kopen. En daarna heb ik weer een nee-sessie. Nee. Ja, hij was er net aan het vertellen. Kijk hoe leuk, als kinderen een tekening maken, hangen ze hem hier op. De styling is echt super mooi. Het is niet dat je nou denkt, als ik naar de tandarts ga, verwacht ik dat het er zo mooi uitziet. Ze hebben zelfs een gouden kraan. Dat had ik natuurlijk al gespot. Ja, super mooi. Het is geen samenwerking hoor, jongens. Geen het is gewoon reclame vanuit friendship. Nee, maar de kamers zijn allemaal gekoppeld eigenlijk aan de studio's en gekoppeld aan bekende of ja, herkenningspunten van Weesp. Ja, de Weespenmop, de Kom, het Fort. En dan hebben we nog 3 studio's aan de andere kant die ook gewoon allemaal gewoon gekoppeld zijn aan zo leuk. De Vecht, de Vriendschap en de Laurentiuskerk die ook nog aan de andere kant staan. Zo leuk. Ja. Moet je het eerst zien en dan ga je filmen. Maar dan ga je. Kom dan, moet je eerst stoppen. Je kan ook eerst een foto maken van de poetshoek logo. Dan zeg ik van we gaan in de poetshoek. Doe jij lekker? Nee! Jij hebt al een idee. Hier, pak de camera. Pak de camera. Doe maar. Vrij pikant. Dit is onze poetshoek. Kom je dus erin. Kun je gaan poetsen? Dan ga je mee. En ja, dan kunnen we jou filmen. En om het leuk te maken in de poetshoek hebben we dus eigenlijk een extra dimensie. Is het blue light en dan kun je zien, laat je tanden zien. Lekker, eindelijk met de tanden. Dankzij lach. Nee, maar dan kun je dus eigenlijk op speelse manier eigenlijk gewoon je tanden gaan poetsen om te gaan kijken hoe het is. En dan zie je dus eigenlijk welke vlekken er eigenlijk zijn. Heel cool. Ja, toch? Ik heb net met dit gespoeld. Wat zeg je? Ik zei het even tegen mijn camera. Wow, dat was cool. Oh, mijn lippen. Oh ja. Dat zie je niet hoor, als je het licht aandoet. Maar nu komen jullie allemaal in de vlog uit. Zie je er niks van? Als je gewoon licht zie je het niet. Oké, even eruit. Maar op de vlog zie je het veel minder. Mogen we erin? Jij moet de camera weg? Maar moet niet, maar ik wil gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Je mag er wel sowieso al in. Ja, ik hoef niet per se. Maar kijk, het beeld zie je het niet zo erg. Mijn tong. Het echt is het echt fel geel. Ja, dit beeld is zo eng in de vlog ook. Ziet er echt niet uit. Ik heb dus niet echt veel tandplak, maar vooral veel bacteriën op mijn tong. Ja. Dus voordat ik weer ga tongen dit weekend, moet ik even goed mijn tong poetsen. En je ziet dus heel erg goed waar je allemaal afgezet hebt. Mijn haar wanneer echt opgedroogd is op de stoel. Jeetje, het ziet er niet uit. Hi. Ik wil naar iets minder grijs haar toe. De uitgroei. Oh, het ziet er nu wel lelijk uit, zeg. Heb je mij gemist? Ik heb de NEI-sessie. Ik had toch gezegd dat ik eigenlijk moest 8 minuten geleden beginnen, maar het liep heel erg uit, zeg maar, het duurde daar allemaal langer. Toen zei ik op een gegeven moment ook nog maar eventjes de dinges. Dus nou, ik had al geappt dat ik die misdaad had. Ik ga heel snel een matje maken, want ik heb nog niks gegeten. En dan ben ik benieuwd naar vandaag. Oké, fave part of the day. En let's go. Ik ben wel helemaal aan gaan verdiepen in manifesteren. Ik heb ook een boekje gekocht. Ik ben er helemaal mee bezig. Heel leuk. En met Hil zijn we er de hele tijd over aan het praten en zo. En ik ben al helemaal daarmee bezig.
Ja, het is echt die wet van aantrekking. Dus ja. Je leert bepaalde dingen aan jezelf vertelt en herhaalt. Met die goedkope. Echt? Ja. Ik kan het je wel laten zien. Maar. En want weet je wat? Ik doe even de deur dicht. Wat ik dus wel raar vind, het enige zijn die allergieën. Want ik merk echt nooit iets van aardappel of hazelnoot. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik tegen soja kan. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Maar dat is een kwestie van testen. Ja, en let op hè, wat je gelooft. Dat is waar, maar qua dit, ik weet hoeveel pijn ik daarvan heb. Dus. We gaan kijken. Mag ik met deze de sessie gaan doen? Mag ik met deze de sessie gaan doen? Kijk. Wow. Dit breekt bij heel veel mensen af. Oh. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met deze sessie. Maar hij waarschuwt me vast. Wow. Dat is een schoenen uit doen. Ja, dat is wel een goed idee. Is het vocht in balans bij Charlotte? Is haar vitamine in balans? Heeft zij andere ondersteuning nodig bij deze sessie? Nee, oké. Is zij er klaar voor vandaag om een nieuwe sessie in te gaan? Is die van vorige week goed losgekoppeld? Ja, oké. Melk? Mag. Pigmentvlekken? Nee. Ik had even generatiebelasting? Nee. Meridianen? Check? Nee. Dus we mogen aan de slag met koemelk. Ja, oké. Dan gaan we gewoon kijken wat daar uitkomt. Wat is de boodschap achter Charlotte's koemelkintolerantie? Mogen we daar naar kijken? Mag ik dan eerst naar de huidige emotie kijken? Ja, dus het huidige plaatje is wat daar nu dan voor emotie op zit. En dan gaan we daar naar kijken dus wanneer dat ontstaan is. Want je zei volgens mij de vorige keer toch ook dat je als kind dit niet had? Nee, pas sinds... Ik weet het nu sinds 2021. Op de schildklier klopt dat? Ja. Het klinkt ook weer zo heftig, maar het is het niet hoor, let op. Hij zegt geen zelfliefde. Oh. Maar dat kan ook weer in van alles zitten. Dat is gewoon een begin. Maar we gaan daarna kijken. Ja, ding bij mij. Ik heb best wel veel zelfliefde voor hoe ik ben als persoon. Maar niet mijn lichaam. Dat probeer ik deze week heel erg aan te werken. Ik zeg van, oh, ik zie er echt lekker uit. Of zo, in plaats van, oh, is mijn buik dik. Ja. Maar ik heb wel vroeger, vanwege mijn ADHD, wel moeite gehad met zelfliefde. Omdat ik me altijd anders voelde of zo. Ja. Is dat dus een thema dat nu nog stiekem in haar onderbewustzijn heel diep zit? Ja. Oké. Dan gaan we kijken waar je dit eerder hebt gevoeld. Wanneer dit voor het eerst getriggerd is. School zeker. Gaat het om school? Ja. In jouw onderbewustzijn is dat dus weer die 4 jaar. Uh-huh. Even kijken hoor. Ik ga stuk, want ik ben nu aan het vloggen, maar er staat Loa Blue. Mijn nep-account. Nou, ja, die is nou ontmanteld. Ja. Dus dat er komt uit. 4 jaar. Bevestig hem even. Je long. Geen vertrouwen in je eigen lichaam. Mijn moeder blijft altijd zeggen, dat voorbeeld dat de juf, wat ik tegen jou zei, dat de juf mij optilde en zei, zo. Weet je wel iets van... Ben jij groot? Poeh, kan je niet optillen of zo? Een soort opmerking, ja. Als we gaan kijken wanneer jij dit gevoel voor de allereerste keer gevoeld hebt, maar niet verwerkt hebt, komen we uit bij de leeftijd van 4 jaar. Waar jij een emotie hebt gevoeld van jouw long. Je had geen vertrouwen in je eigen lichaam. En dat heb jij toen niet goed kunnen verwerken en daardoor is dit vastgezet in jouw systeem. En als je er klaar voor bent, mag je je ogen weer open doen, want hij is losgekoppeld. Voelde je wat? Ik weet het niet. Geeft niks. Moeig, gewoon moeig word ik ervan. Even kijken hoor. Dus klopt het dat deze emotie nu op dit moment goed is losgekoppeld? Ja, oké. Okay. Mogen we verder nog ergens naar kijken? Ja. Nog naar een andere huidige emotie op koemelk? Ja, oké. Okay. Thema water, onveilig / veilig. Klopt dat? Ja. Er staat dat je op dit moment een emotie voelt van een soort houvast zoeken. Mm-hmm. Weer die 4. Kijk hoor. Ja, maar ik denk het echt hoor. Mijn ouders creëerden zo'n veilige sfeer thuis. Zeg maar. Ik had altijd, alles was goed. En dan kom je op school en dan is het toch ineens heel anders. Dus dat lijkt me niet gek. Nee. Nee, nou, ik moet wel lachen. Ik heb dus zelf ook altijd op mijn 4e. Ja? Ja, maar school is, dat is ook waarom ik denk ook wel leuk vind om juf te zijn. Het is zo belangrijk. Je kunt kinderen echt maken of breken. Ja. Je hoeft maar 1 verkeerde opmerking te maken.
En iemand heeft voor zijn leven last van. Gewoon echt zo. Ja, er komt het uit ook op de maag. 4 jaar de baas willen zijn. Huh? Ja, het kan. Zeg maar, toen jij 4 jaar... Het kan, zeg maar, als je het anders vertaalt. Ja, over jezelf of zo. Dat jij de controle wilde hebben. Of zelf wilde bepalen. Of maag, de baas wil zijn. Klopt dat? Ja. Dus het zit allebei wel op je maag. Ja. Maar waarom... Want ik was vroeger niet intolerant voor koemelk. Het heeft te maken dat je toen dus als kind een bepaalde emotie hebt gevoeld. Die heb je op latere leeftijd weer gevoeld. En dat zit, zeg maar, dat hangt, zeg maar, samen. Hmm. Dat is, zeg maar... Dit is het triggerpunt van dezelfde emotie. Okay. Nu is het tijd om dit los te laten. Het dient jou niet langer en het belemmert je groei. Ik zal sowieso deze week even afwachten. Dus weer helemaal deze week geen koemelk doen. En dan kan je misschien wel na die 7 dagen voorzichtig ergens mee gaan beginnen. Ik kan het ook nog even checken, hoor. Ik doe het soms al, hoor. Maar gewoon bijvoorbeeld 1 skier of zo 100 gram of iets. En ja. Dat doe ik wel al, maar... Ja, daar merk ik niet heel veel van. En meestal kan ik moeilijker naar de wc als ik dat doe, word ik een beetje moe. Maar eigenlijk van kleine hoeveelheden merk ik niet veel. Alleen ik merk nu, sinds ik dus niet meer samenwoon en we dus niet meer kaasjes borrelen en zo, ik kan gewoon elke dag naar de wc en dat kon ik eerst niet. Dus ik merk het pas eigenlijk als ik het echt wat vaker en langduriger gebruik. Ja, in ieder geval, hij zegt dat die emotie nu wel is losgekoppeld hierop. Dus dat zou betekenen dat je er beter of ja, tegen zou moeten kunnen. Ik vind dat zo bizar. Ja. Ja. Want als dat echt zo is, dan moet toch echt heel de wereld dit doen. Er zijn zoveel mensen intolerant. Ja, maar ja, heel veel mensen worden ineens intolerant. Of kunnen ergens ineens niet meer tegen waar ze ervoor aan tegen kunnen. Ja. Geboorte. Ja, geboorte. Oké, geboorte. Gaan we kijken wat je daar hebt gevoeld. Weer de baas willen zijn. Dus één hand mag op je maag, de ander mag weer op je hoofd. En dan gaan we kijken naar die boodschap... Ik ben zelfverzekerd en wat daar dan achter zit. Er komen er eigenlijk op uit dat jij op dit moment een emotie voelt van jouw mild. Je voelt je afgewezen, dus je afgewezen voelen. En als we gaan kijken wanneer je dit gevoel voor de allereerste keer gevoeld hebt en niet goed verwerkt hebt, komen we uit bij de leeftijd van jouw geboorte. Dus bij jouw geboorte heb je een emotie vastgezet op je maag. Je wilde daar de baas zijn. Nu is het tijd om dit los te laten. Het is namelijk zo dat je op dit moment een huidige emotie voelt van faalangst. En die zit opgezaagd op jouw nier. Als we dan gaan kijken wanneer je dit gevoel voor de allereerste keer gevoeld hebt, maar niet goed verwerkt hebt, komen we uit bij de leeftijd van 4 jaar. Niet kunnen accepteren of verwerken van iets. En dat zit opgeslagen of vastgezet op jouw maag. En dat zit dus vastgezet in jouw systeem. Mensen zijn niet te vertrouwen. Komt eruit op je 9 en op je maag. Hmm. Kan je daar iets... wat je zei net... op de basisschool in hogere groep... was dat een thema? Nou ja, ik weet pas vanaf inderdaad... rond groep 6 dat ik wel me bewust herinner... met pesten en... van, ja, ik voelde me gewoon altijd heel anders... en erbuiten een beetje. Is er iets anders wat op dit moment... prioriteit heeft om gezien te worden? Nee. Dus alles van vandaag is goed losgekoppeld. Ja. Man. Daar zit ze weer, hoor. Die is dus ook helemaal niet ritueel. Dus die denkt altijd, nou hoor, laat het maar weer gaan. Grappig. Nee, maar wel grappig dat het eigenlijk allemaal met elkaar te maken had. De vorige keer was het natuurlijk op zich ook wel. Wow, kijk dit nu met mijn heup. Erger geworden, maar check deze. Het lijkt wel alsof iemand gewoon... Wat? Keihard heeft geslagen. Bizar. Ik weet niet waar het naar komt, maar mijn buik is helemaal opgeblazen. Gewoon echt dat je broek ineens helemaal strak zit. Ik heb daar niet vaak last meer van. Het kan komen door het restje uit de vriezer, maar dat was gewoon goed. Of door de sessie. Ik weet het niet, maar ik ga nu naar Zumba. Maar het is echt balen, want helemaal 5 maanden zwanger gewoon is mijn buik. Oh. Niet leuk, maar ik ga natuurlijk wel. En ik... Ik ben helemaal beurs overal. Let's go en straks voel ik me beter. Nog even wat krachttraining. 40. Maar ik heb spierpijn. Dat is niet zo normaal. Bizarre spierpijn. Sinds ik die cardio doe. Ook nog maar even rollen. Zo, ik ben al een tijdje. Nou ja, een tijdje. Het is nu 10:30. Nee, ik ben 10 minuten thuis. Ik ben
naar huis gelopen. En toen heb ik nog even meteen mijn auto uitgeladen. Want ik dacht, ja, nu ben ik toch moe en bezweet. Kan ik beter nu doen. Dus ik heb alle dozen weer in mijn berging gezet. Want anders kan ik morgen niet veilig naar Zoetermeer rijden. En lekker met Haag gebeld ondertussen. Morgen ga ik dus weer voor het eerst niet best wel lang naar Zoetermeer. Ik heb echt super veel zin. Oeh, zin in. Ik ben even mijn beelden van mijn camera allemaal aan het inladen. Dat mijn camera weer lekker leeg geheugen heeft. Voor als ik straks wegga, dat hij niet vol zit. En de Zoomajuf bleek er niet te zijn. Dus toen zei ik ook, er is iemand die al 5 jaar bij haar les, als ze vertelt eerder al zo. En die kent het pasjes heel goed. En toen zei ik, doe jij het gewoon? Iedereen had iets van, ja, doe het gewoon. Leuk toch? Dus toen heeft zij de les gegeven. Maar ik was wel blij, want ik ben echt... Ik heb lijpe spierpijn. Niet normaal. En gewoon dat als je... Weet je, dat je hele lichaam gewoon even moe is. Dus ik was blij, want daardoor kon ik iets meer gewoon een beetje relaxen. Niet helemaal dat ik dood ging. Dus ik heb vrij low-key Zumba gedaan. Toen nog eventjes de booty builder. Dus die omhoog duwen van je heupen. En 16 seconden doe ik vastknijpen. Heb ik 3 keer gedaan. 3 keer 8 met 40 kilo. Even zo een rugoefening. Even mijn rug gerold. Eventjes de trilplaat 60 seconden op zijn hart. En dat was het. En al mijn spieren doen pijn. Dus lekker in het weekend even niet. Ik ga zo eventjes mijn gummies in een klein potje doen. Zodat ik ook de vitamintjes mee kan nemen voor dit weekend. Want ik ga er dus 2 nachten slapen. Mijn moeder gaat dan dus even 2 keer naar mijn huis toe voor poesie. Ik vind het heel moeilijk om haar achter te laten. Vooral omdat onze band echt steeds beter wordt. En we zo gehecht zijn aan elkaar. Maar je moet ook weg kunnen. Het moet gewoon kunnen. Dus ja. Ze slaapt toch alleen maar overdag. Het is 10:30. Ik twijfel of ik meteen in bed ga liggen, douchen en in bed. In plaats van op tv kijken zou wel slim zijn, maar ik mag van mezelf ook om 12 uur pas slapen. Dus nou, ik weet niet wat ik ga doen, maar ik ga in ieder geval even niet meer vloggen nu. Dus jongens, ik zie jullie morgen. En doe even een duimpje omhoog voor de vlog tot nu toe. En die tandartspraktijk waar ik was trouwens, ik was gewoon een proefpersoon. Dus ik weet niet eens precies wat ze hebben gedaan, maar ze hebben op me geoefend. En daarna hebben ze nog even gepolijst. En het was echt een bizar mooie praktijk. Het is een praktijk van de vrouw van een collega van mij op school. Mooiste praktijk ever. Dus ik zit erover te denken om daar misschien naartoe te gaan. Want het is echt een hele fijne praktijk. Lach heet het in wezen. Moest ik verder wat zeggen? Oh ja, over die NEI-sessie heeft ze ook nog dingen opgestuurd. Dat wil ik eigenlijk ook nog even met jullie delen. Maar wel lekker. Ik heb mijn vuilnis weggegooid. Ik heb trouwens de kattenbak verschoond. Oeh. De blauwe plekken zijn echt insane. Niet normaal. Zoveel pijn. Mijn huis is helemaal schoon. Dus vind ik zo lekker. Als ik dus morgenochtend hoef ik dus niets te doen voor ik ga. Dat is... zo heerlijk. Ik heb zo vaak ook nog dit voor ik allemaal ga. Nee, ik hoef niets te doen. Alleen even een tas te pakken. Ja, dat soort dingen. Gewoon heerlijk. Mijn koelkast is niet te vol. Mijn huis is schoon, netjes. Zo'n lekker gevoel. Ik heb echt alles helemaal on point. Dus dat is heel fijn. En dan zeg ik goodbye. Ik vind de lampen zo leuk. Waar zijn ze nou? Oh, spierpijn. Doei. Au. Goedemorgen jongens, ik heb heel lang geslapen. Zo grappig, ik dacht, ik krijg toch nooit meer PR-pakketjes. Is het dus van de ASCO, dus van de scholenorganisatie waar mijn school bij zit. Super grappig, hebben ze zo'n klein koeltasje. Met een kaartje en dan suikervrije snoepjes. 2 van die ijsjes, die gezonde ijsjes die je zo kan invriezen. En een zonnebrandje, zonder... merkje trouwens, dat is apart, die ergens aan kan hangen. Maar dit is super vaag, want je ziet niet welke factor of wat dan ook, maar wel de ingrediënten. Maar super schattig toch? Als je er echt, weet ik veel, duizenden mensen toe stuurt, echt cute. Zo, ik ga echt best wel een grote bak ontbijt nemen. Heel veel behoefte aan gezonde dingetjes. Ik heb voor het laatst gegeten om 18:00 en het is nu 1:00 middag, dus dat betekent al 19 uur gevast of zo, heel lang. Ik doe niet aan vast hoor, maar ik voelde gewoon even goed voor mijn lichaam nu. Ik heb hier lekker chia pudding onder die ik heb verdund met nog wat alpro kokos. En daarop eigenlijk alleen maar fruit en een klein beetje van die eiwitrijke granola. Met allemaal ja, die green granola, die mega gezonde van de TK Maxx. Dus voornamelijk heel veel fruit en wat chia. En ik heb nog geen matcha, ik ga echt even beginnen met lekker veel healthy stuff. Kijk, ik had nog een van mijn favoriete broeken, de Stieglitz broek, in een leuke groene kleur kunnen scoren voor maar 50 euro. En het is helemaal geen maar weer vandaag. Ik dacht, misschien ga ik die aandoen. Maar dan moet ik even knippen. Tegenwoordig knip ik ze dus gewoon. Dat scheelt vet veel geld. Ik doe alles op gevoel. Geen idee. Ik knip gewoon op gevoel. Kijk, gewoon ongeveer. Ja, eerst liet ik mijn schoonmoeder het doen. Die was er echt... uren mee bezig, ex-schoonmoeder. En
Toen heb ik het dus voor 20 euro een keer laten doen bij de stoommaker. Stoommaker? Wat? Stomerij, schoenmaker. Nou, oké. Dus nu knip ik het gewoon. Toen ik met Elise en met Koningsdag uit zou gaan, had ik die broek ook geknipt. 5 minuten later, het gaat niet door. Die broek ga ik echt nooit dragen. Meestal knip ik er maar zo'n stuk af hoor. Maar toen ik net ging meten was het echt zo'n stuk. Maar goed, ik begin wel even met zo. Oh ja, ik heb natuurlijk altijd hele hoge schoenen erbij aan. Stom is als ik dan bijvoorbeeld slippertjes aan wil, dan is hij eigenlijk te lang. Maar ik hou hem liever te lang dat hij dan af en toe een beetje over de grond gaat. Dan dat hij, weet je, het meest draag ik ze in de winter met die dikke buffalo boots. Dus dan... Maar van deze stofjes kan je echt leuke haarbandjes of zo maken. Eerst bewaarde ik ze, maar ik gooi ze nu toch maar weg. En één broek is dus wel hier gaan een klein beetje gaan rafelen. Want je het dus gewoon knipt. Dus dat moet ik wel in de gaten houden. Maar goed, ja, echt niemand kijkt naar de onderkant. Maar hij moet natuurlijk niet kapot gaan. Dit is niet heel mooi geknipt, maar maakt niet uit. Leuke kleur. Veel broeken hebben toch wel een beetje een heftig kleurtje. Maar dit is echt heel mooi. Ik had hem dus gewoon online gevonden voor 50 euro. Terwijl normaal zijn ze 100. En ik heb ze dan soms in de sale bij Stieglitz kunnen kopen voor 70 of zo. Of 80. Maar heb ik die witte, heb ik daar wel 100 voor betaald. Echt belachelijk duur. Maar goed, als het je helemaal happy maakt. Ik heb daar zoveel lol van gehad. Maar dit is echt zo'n broek die ik op een gegeven moment helemaal zat ben. Maar voorlopig nog niet. Het zit gewoon zo lekker, ook als je leraar bent. Iedereen zit in een spijkerbroek te werken. Ik zeg ook, jongens, dat is toch verschrikkelijk. Oké, deze heb ik wat netter geknipt. Nou... Ik denk dat het zo goed is. Ik ga zo weer even passen. Maar het lijkt me wel. En ik ga straks naar het zomerfeest van mijn bonusdochter. Ik zou erheen gaan en blijkbaar hebben ze een zomerfeest. Dus ga ik ook gezellig daar naartoe. Dus ik dacht, ik doe lekker een jurkie. Gewoon makkelijk. Maar voor mij is zomerkleding zoveel makkelijker. Maar het is echt geen mooi weer. Dus ik denk dat ik lekker een broek aan doe. Hoppa. Ik vind het oprecht moeilijk om haar straks achter te laten. Ze is zo schattig. 2 nachten. Ja, mijn moeder komt wel langs, maar toch. Maar je moet ook een leven kunnen hebben als je zo'n lief poesje hebt. Ik heb haar net 1000 kusjes op haar hoofd gegeven. Je bent zo schattig. En erin gebakend met kussens. Kijk, dit is best een lekker lookje. Alleen, ik vind het toch een beetje winters. En ook niet echt zomerfeestachtig. Maar ik zat gewoon even te kijken wat leuk stond. In deze broek is dus een maatje kleiner. Maar je ziet dus bij mijn kuit. Mijn kuit zijn best wel gespierd. En dan zie ik dat een beetje. Maar misschien moet het nog uitlopen. Zie je, je ziet hier echt zo'n spierbank. Bonk. Zie je als je zo kijkt. Dit is niet zo leuk. Maar ja, ze zijn ook echt helemaal hard, mijn kuiten. Ja, hier zie je het ook. Ja, dat is een beetje zonde. Maar misschien moet ze nog een beetje uitlopen. Want kijk, dit is niet... Oh, dat ziet er echt heel raar uit. Dit is allemaal spier. Nou, oké. Maar in ieder geval, dit vind ik wel een leuke combi. Ja, maar dat is niet wat ik nu aan ga doen. Maar misschien neem ik het wel lekker mee, dit outfitje. Dan heb ik ook weer sneakers mee. Ik wil niet te veel mee, weet je wel. Ik ga de onderkant van mijn haar even krullen, dan is het ook weer fresh voor de weekend. Deze kleuren vind ik niet minder goed bij elkaar matchen dan ik had verwacht. Nee, vind ik niet echt leuk. No. Misschien toch maar een jurkje, want het is tenslotte zomer. Maar ik vind het dus bij mij niet leuker samen met riempje. Ik vind dat het breder lijkt. Ik zal de meeste altijd zeggen, doe een riempje, maar ik vind dit dus leuker. Ja, ik doe dit. Maar het is wel slecht weer. Lastig. Ja, en ik vind een jurkje dan toch weer een beetje tuttig eigenlijk. Ik weet het even niet. Het is zo lastig weer buiten. I don't know. Mijn nieuwe ketting van Love Bow is wel echt heel mooi. Hij zit net een beetje aan de strakke kant bij mij. Maar alsnog vind ik hem wel heel gaaf. Deze met tijgeroog is ook van Love Bow. Helemaal leuk zo. Me likey likey. Maar ik weet dus niet of ik maar een jurkje ga vandaag. Ik denk gewoon, nou ja, dat is ook niet leuk. Ik vind het gewoon niet leuk. Maar ik wil gewoon niet te overdreven. Ik wil niet te gek. Ik wil gewoon chill. Gewoon chill. Ik heb gewoon geen zin in een spannende outfit. Maar ja, de blouse heb ik inmiddels al zo vaak aangehad. Maar het is ook niet mooi. Ik weet het niet, jongens. Ik heb gewoon geen zin om iets leuks eigenlijk te doen. Ik wil niet te leuk of zo. Dus ik zoek iets soort basics. Ik ga maar gewoon voor dit. Een jurkje met een jasje erover. Ik moet gaan. Dat heb je me wel verteld, maar alles kwam bij het 4 jaar. Ze zegt, er is iets gebeurd toen jij voor het eerst naar school ging.
gevoel van veiligheid, dat je de baas wilde zijn, dat je de controle niet had. Ik weet al die woorden nu niet, maar alleen maar zielig anders, gewoon alleen maar zielige gevoelens. Eentje kwam er uit in groep 6, eentje dus bij 33 weken. Verder alles bij 4 jaar, gewoon alles. Zeg jeetje, alles is opgeslagen in mijn maag en mijn darmen. Ja. Ik was dus even gezellig met mijn moeder aan het bellen. Ze had vandaag schoolreisje. Ik vond het echt jammer dat ik niet meeging, maar ik dacht, ik ga niet op mijn vrije dag dan extra onbetaald daarheen, weet je wel. Dat vind ik ook te ver gaan. Maar dat was heel leuk. En ik vertelde haar dus even over die nijsessie van gisteren. Ik heb jullie er ook nog niet helemaal over verteld. Ik moet nog even wat, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar er kwam dus weer heel veel opgeslagen emotie van 4 jaar, de leeftijd van 4 jaar. En ik had het er nu met mijn moeder over. En zij zegt dus ook van ja, toen jij 4 was, toen gingen we kijken, wilde je niet naar een opvang of zo, maar toen ben je naar een gezin gegaan. Gewoon een paar huizen bij het huis van mijn ouders vandaan, zodat mijn moeder ook kon werken. En ze zegt, dan kwam ik je ophalen en dan zaten die mensen met een zak kippenvleugels uit de supermarkt voor een soort tv met 2 kleuren. En dan zat jij achter in de tuin op een stoepje te wachten tot ik je kwam halen. Dus na een hele korte tijd heb ik al gezegd van ja... Ik was ook naar school gegaan trouwens. Die school, daar was ik ook altijd. Kwam ik thuis met glas in mijn zak. En dan zei ik, kijk mam, ik heb allemaal diamantjes gevonden. En dat was blijkbaar dichtbij een kroeg en zo. En dat was ook, daar was ik ook niet happy. Ik kwam niet blij thuis. Heeft ze me heel snel afgehaald naar een andere school. Dat was wel goed. Maar daarvoor heeft ze me dus heel snel weggehaald bij dat gezin. En toen heeft ze gezegd, ik ga wel gewoon, weet je, waar slaat het op? Dat voegt niks toe. Ik stond wel gewoon met werken en mijn vader verdiende genoeg. En ja... Hoe ze dat vertelde. Ik wist dat ook. Ik was het vergeten. Toen dacht ik, alles wat gisteren Kim zei over die 4 jaar leeftijd, dat er opgeslagen is, dat kan daar heel erg mee te maken hebben. Over geen zelfliefde, niemand houdt van me, mensen niet meer vertrouwen. Dat had ik allemaal opgeslagen op mijn maag dus. En de vorige keer ook heel veel op mijn darmen. Nou ja, super interessant en best wel te verklaren. En grappig is, je hoeft voor die nijsessie het dus niet te kunnen verklaren waar het vandaan komt. Want ze haalt de blokkade hoe dan ook weg. Maar het is wel leuk om natuurlijk inzicht te krijgen in wat het kan zijn. Nou, ik ben er bijna. Heel en mijn bonusdochter zijn iets eerder, want ik was net iets te laat. Dus ik ga er zelf nog even heen en dan is het nog een uur en een kwartier. Ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in. Toen was het ineens een paar uur later. Ik was nog aan het vloggen, maar toen zag ik vriendinnetjes van mijn bonusdochters. En zei ik, hey, kom ik even met jullie mee wandelen. En toen had ik mijn camera in de auto gelaten, omdat ik dacht, ik ga daar natuurlijk niks vloggen. Maar toen gingen we spontaan nog eventjes lekker sushi eten. Bij Mr. Xi, dus in Zoetermeer, super lekker. En toen lag mijn camera nog in de auto. En we gingen natuurlijk met Haas auto. Dus dat heb ik niet kunnen vloggen, maar is ook niet heel spannend. Het was ook wel even lekker zonder camera. En dat was heel gezellig en leuk. En het schoolfeestje was ook leuk. Echt een superleuke fotobooth. Foto hebben we gemaakt met z'n drieën. Vet gezellig. En dat was helemaal gezellig en leuk. En er was wel regen, maar dat was een goede vibe. En nu gaan we lekker naar huis. Ja, ik vind het gezellig dat ik hier weer ben. Het is echt heel leuk met z'n drietjes, zoals altijd. Dus dat is heel fijn. Goodbye. Queen fly. Back in Sweet Lake City. Ik vind die ketting wel heel leuk. Eigenlijk zo. Ziet er wel cool uit. Good morning, boys and girls. Ik heb geen dichte schoenen bij me en geen jas. Het is niet echt lekker weer. Maar ik heb wel lekker dit outfitje wat ik gisteren liet zien. Alleen dan met slippers. Hi. Oh, zo lekker. Kan me dus eindelijk gewoon überhaupt hier beneden zijn zonder dat het naar kattenbak stinkt. Want normaal stok ik het hier altijd zo erg naar kattenbak. Oh, in deze spiegel kan je ook het doekje niet zien. Ik blijf het een beetje een heftige, toch wel een heftige kleur groen vinden ofzo. Dat is vrij heftig. Terwijl je denkt, oh, groen is minder heftig dan die andere broeken die ik heb. Maar, nou ja, met de sneakers vind ik het tof. Ik vind het met deze sandalen dan net een beetje moi. Maar goed, het is wel een lekker truitje. Alleen, er zitten een soort kreukeltjes in. Ja. Ik twijfel of ik make-up op doe, want ik vind eigenlijk dat ik er best... fresh uitzien zo, of noem ik het. Maar ik heb nog tijd, dus. Zie je? Fresh. Ja, eigenlijk. Jammer dat mijn haar gisteren helemaal is verregend. Want het was regen buiten. En ik vind trouwens 2 kettingjes best wel leuk. En verder heb ik niet echt wat te melden. Ik draag dus nooit een trui, zeg maar zo, dat je
booty ziet. Booty, booty. Ik vraag hem altijd overheen. Maar het gaat best goed met de booty. Wij zijn lekker in Delft. En we hebben een hele goede parkeerplek. Dat we niet zo ver hoeven te doen. Het waait. Het is half regenachtig. Maar het is ook weer warm. Het is heel apart. Eindelijk weer bij mijn favoriete plek. Waar staat de naam? Oh, hier, Bombina. Dit brood. Ik heb hier pas één keer eerder een broodje gegeven, maar dit broodje was zo waanzinnig lekker. Maar dit lijkt me ook heel lekker. Dit lijkt me ook heel lekker. Al die egg dingen. Ze hebben hier super lekker koffie. Echt een feest. Zo lekker dit. Ik heb deze één keer eerder gehad, maar nu heb ik dus avocado in plaats van roomkaas. Heerlijk. Sfeerbeest. Echt goede scherpe mesjes. Ja, wel een mes. Dit is echt goed. Lekker brood, lekker beleg. Ik zie ook helemaal geen mayo of zo. Heerlijk. Goeie zalf. Gek op deze plek. Waar ik woon heb ik nog geen lekker lunchplekje. Alleen tankstation Shell. Voor een lekker broodje zalf. Ja, dit is zo lekker. Leuk. Mm. Ik vind tegenwoordig niet meer zo snel iets lekker. Ik vind heel veel dingen tegenvallen. Echt waar, ja. Dit is gewoon waanzinnig. De avocado is ook wel fantastisch. Ik denk hier best wel, maybe I do a little bit of checking to the job. Echt, echt een 10 gewoon. Dat ik gewoon een broodje mee naar huis wil nemen, zo lekker is het. Beetje peper. Ja, geweldig. Ik weet nooit zo goed wanneer de wind nou erin komt. Nu niet. Nee. Kijk, we hebben lekker op de markt. Ik weet niet of jullie hem horen, door de wind. 3 van die bosjes voor €1. Zo schattig zijn dit. We hebben 6 bosjes, mini banaantjes en dan lekker haaruit mango's en dan hebben we nog wel bij 3 avocado's. Dat was bij elkaar maar €6. Zo, ik zei nog tegen haar, ik kan nooit ergens goedkope dingen op de markt vinden. En op dat moment liep we nou in het raampje. Nou, manifestatie. Verdecho is echt mijn wijntje. Ik heb volgens mij drink ik nooit een kort voor 1 middag wel een wijntje, maar heerlijk joh. Genieten. Heerlijk. Oh, deze Verdecho is niet heerlijk, maar alsnog zit ik hier heerlijk. Het is voor het eerst dat ik het verder gewoon niet lekker vind. Ik vind deze echt zo mooi. Maar ja, waarom zou je dit nou weer kopen? Oké, okay, Nicole heeft dus voor opleiding tot leerkrachtondersteuner gehaald. Dus ik dacht, ik ga even iets voor de deur zetten. Maar ik twijfel. Deze heb ik in het groen. Echt geweldig. Deze is €10. Of je hebt dus voor €10 bijvoorbeeld 2 glazen. Dat is ook leuk. Maar deze zijn ook van glas, maar iets minder leuk. Maar heb je wel een set. Dus daar zit ik even over te twijfelen. Ik dacht misschien iets van een cocktailmixje of zo. Die houdt ze natuurlijk heel erg van. Oké, hier zit een barst in. En ik vind deze eigenlijk toch niet zo leuk. En ik zie ook geen leuke cocktaildingen. Dus misschien ga ik gewoon voor een kaars of zo. Dat is ook leuk. Oh, deze zijn mooi. Deze kaarsen. Dat vindt Nicole ook echt leuk. Maar ja, waarom zou ik kaarsen geven? Ja, ik bedoel, zo'n kaars vind ik wel weer leuk. Die is een leuke bril. Heel leuk en is heel wijd. Heel wijd. Oké. Dit zijn mijn cadeautjes voor Nicole. En deze. Best wel veel eigenlijk. Dit. En nog een kaartje. Deze. Kijk jongens, ze heeft dus 6 macarons. Dit vond ik leuk, want dit vind ik gewoon juffenachtig. Gewoon een notitieblokje en ook nog met een cocktailtje en wereldbol. Vond ik heel leuk. En dan heb ik dus deze wijnglazen gezien. Ik dacht, ik vul ze gewoon lekker met snoepjes. Ziet er zo leuk uit. Ik weet zeker dat ze deze glazen echt waanzinnig vindt. Die heb ik net op het allerlaatst nog gevonden. En dan gaan we het even of voor de deur zetten of ik bel even heel snel aan. Maar dan gaan we weer gewoon weg. Alleen de macarons passen niet in het tasje. Gaan we! Boodschappen doen met Charlotte be like maandsalaris erdoorheen. Ze was er niet, helaas. Ik ben benieuwd. Deze is van de Action. We gaan hem testen met ui.
We gaan guacamole maken, we gaan tzatziki maken en pan con tomate. Okay, we gaan ook een lekker borreltje maken en ik had deze nieuwe sushi dus gespot bij de Lidl. Dus ik vond het wel leuk om die straks even te gaan testen. Het ziet er niet heel lekker uit, maar het was nieuw, dus ik dacht leuk voor jullie om even een test te doen in de vlog. Cucumber. Guacamole maken. Oké, dit is gewoon een recept wat je kan terugvinden in Bubble Hub. Dat is het tzatziki van Lot ongeveer, maar ik doe dan zout hier altijd op, zodat het water goed wegloopt. En hier maak ik een watermeloen feta salade. En ik doe er pistachenootjes op, want dat zag ik bij Jessie Maya dat ze dat deed. Ja, het werkt wel. Je moet er alleen al best wel vrij kleiner in doen, maar kijk. Het is gelukt. Kijk hè. Nee, je moest het wel best wel fel voorsnijden. Dit gaat bij de guacamole. Oh, nee. Oh, lekker. Je moet nog een tomaatje erin. Ja. Jeetje, wat is die avocado smooth. Party's one. Oh ja, er moet iets... Oké, waar moet ook weer citroen in en waar moet ook weer limoen in? Weet ik niet meer. Opzoeken. Ik ga even naar de Instagram van Bubble Hub. Om even te kijken wat het recept ook weer is. Hierbij moet limoen en bij de tzatziki citroen. Onthoud jij dat? Limoen, ja. En nog rode ui en nog tomaat. Oh, we hebben een perser. Heb jij die gevonden? It's juicy, satisfying. Oh, lekker. Wow, er komt heel veel sap. Ik denk dat een hele limoen te veel is. Wauw, geweldig ding. Echt waanzinnig. Nou ja, we hebben een halve limoen minder dan papa zei en één avocado meer, dus taste test. Nee, niet te zuur, oh gelukkig, maar het heeft heel weinig smaak nog. Fantastisch apparaat. Niet meer limoen, hè? Nu moeten we nog een citroen. Als je niet veel sap uit je citroen krijgt, doe je dit doen. Geleerd van Jensel. Oké, nu gaat de citroen. Oh nee, die moet wel bij de tzatziki en die hebben we nog niet. Oké, deze laten we heel even rusten. We moeten straks nog wat smaakmakers bij. Water met een feta pistache salade. Kaasje. Gewoon water met pistache. Chipjes voor bij de guacamole. Hier komt nog lekker Turks brood bij. Dan hebben we zo heerlijke snackies. En ik ga nu wijn drinken. We zijn hier echt anderhalf uur mee bezig geweest. Kijk jongens, ik ben via de robot aan het kijken en praat tegen Poesie. Poesie, Poesie, hi Poesie. Zo kan ik de hele tijd kijken wat ze aan het doen is. Goedemorgen jongens. Chickie had dus gisteren een kinderfeestje en vandaag weer. Dus gisteren zijn we lekker naar Delft gegaan en vandaag, ja, ik ga niet te laat naar huis. Dus ik ga wel, ik zie er zeg maar niet meer. Maar we gaan weer eventjes richting Leiden. Alleen dat is wel richting Wees, dus we zitten in twee auto's. Gisteren was ik even bij de Action geweest. Ik had weer echt leuke dingetjes gespot. Deze. Ik ga even kijken wat het precies is. Oh, het is gewoon een lipblosje. Oh, heel lekker ruikt hij. Iets maakt heel veel herrie in mijn auto. Oh, hele zoete kersenlolly. Echt heel lekker. Dit is een lip care serum met cherry scent. Maar die dingen kosten echt €1 of zo. Oh, heel shiny. Zo. Heerlijk zeg. Zoet. Ik deel toevallig net op mijn Instagram dat ik dat dit echt mijn favoriet ever is. Uit van de DM van Manhattan. Lip oil. Maar deze is ook heel lekker. Ik heb bijna nooit zo'n lekkere kersengeur. En ik had deze ook gisteren bij de Action gekocht. Ik was wel heel benieuwd. Een BB cream met zonnefactor erin in de kleur dark. Ik weet niet of het donker is. Naar deze was ik al een tijdje benieuwd. Zo'n blush. Liquid blush van de Action. Die heb ik nog niet getest. En de liquid contour, die waren er steeds niet. En nu wel. Die heb ik ook bij de Action gekocht. Het kost echt geen drol, echt bizar. Zo'n leuke winkel. Dan had ik dus nog zo'n lip oil gekocht, maar ik weet niet waar die ligt. Ik dacht, ik maak het wel eens open tijdens het rijden. Want ik zit toch alleen maar op een saaie weg rechtdoor. En dan kan ik straks meteen al die doosjes weggooien. Ik had bij de TK Maxx zo'n hele grote kwast gekocht. Die is eigenlijk voor je lichaam. Maar ik had dat vroeger ook voor mijn gezicht. Omdat het zo lekker, dat zo'n grote kwast. En we hadden mini banaantjes dus op de markt. En die zijn heel lekker. Ze zijn veel geler en veel smaakvoller dan de andere bananen die we tegenwoordig hebben. Die zijn eigenlijk gewoon bijna wit.
Deze zijn echt top. En ik had deze elastiekjes bij de Action gekocht. Shoplog. Oh, een bus. Vind dat zo eng als de bus ineens naar links gaat? Bij de Action. Want ik had geen elastiekjes bij me. Oh, hij rijdt op een andere baan. Moet je een bus nou inhalen of moet je een bus nou niet inhalen? Ik weet het niet. Zo, deze is lekker. Hij ziet er ook echt zo heel leuk oldschool uit. Volgens mij stelt deze camera nooit zo goed scherp als ik het zo doe. Maar ik hoop dat je het een beetje kan zien. Mon Cheri, het ziet er echt heel leuk uit. Waanzinnige verpakking. Ik vind dat zo bizar dat ze dat voor dat bedrag kunnen maken. Echt, ja, het is, wat er is het qua ingrediënten zal gewoon wel niet heel goed zijn. Oké, ik zet mijn auto nu even lekker bij de Laplace. En dan is het lekker dicht bij de snelweg. Want mijn de snelweg naar Weesp is zeg maar echt hier bij de Laplace. Dus dat scheelt toch weer straks een kwartier. En nog een kwartier. Heen en terug. Oh, hier is die ander. It's not. Kijk, dit is de andere. Die zal dan ook wel heel lekker zijn. Die heet Coco Loco. Ziet er ook al zo leuk uit. Dan zet ik hier lekker mijn car. Dan stap ik bij haar in de auto. Kijk. Dit is die andere. Ga ik die nu testen? Terwijl haar aan het wachten is op mij. Ziet er ook leuk uit, maar die andere vind ik nog waanzinniger. Ja, het stelt gewoon niet zo goed scherp met deze vlogcamera. Maar deze is wit met roze ook heel mooi. Ja, ruikt ook lekker. Maar de kerst vind ik leuker. Oké. Okay. Allemaal afval. Neem ik mee. Oeh. Vind ik altijd lekker. Dan ook, weet je, anders neem je dat allemaal weer mee naar je huis. Ik wou die kwast nog laten zien. Het ligt hier allemaal in mijn auto. Oh, hier is die kwast. Dit. Grappig, want ik had altijd met mijn vriendin Linda. Hadden we altijd deze kwast. En dit heet Lindo. Vond ik wel grappig. Maar kan je lekker zo. Heerlijk, maar vandaag heb ik niet echt veel make-up op. En nu ga ik de H in de auto stappen en het gaat regenen. Love jullie in Nederland. 38. Kijk jongens, dit is de banaan. Je ziet het niet zo goed in het vlogje. Veel geler, maar het komt niet zo goed over. Maar zien jullie het? Heel compact, lekker. Stevig. Hey. Lekker. Deze buiten de deur ontbijten, heerlijk. Dit is één broodje, maar we gaan hem delen, want het is echt reusachtig. En de wasabi mayo apart. En zo te zien is het echt super lekker zo. Wat een ding, joh. Heel groot. Rara, waar loop ik onder? Dat was het weer, het weekendje zit er meer. Nu weer naar huis, het is 4:15. En ik heb zoveel zin om Poesie te zien, dat is echt... Ik heb er zo erg gemist, echt gestoord gewoon. Ik was de hele tijd aan Poesie aan het denken. Ik hou te veel van haar. Mama is lekker 2 keer lang bij haar geweest. Ik ben wel blij dat ik nu weer naar huis ga. Ik ga niet meer boodschappen doen ofzo. Ik ga lekker naar huis. Ik heb genoeg in huis. En dan lekker, ja, ik denk een beetje, was wat editen ofzo. Een beetje chilly. Oh, jammer dat Hani niet meegaat. Maar hij gaat nu dus chicken van het kinderfeestje halen. Hebben ze nog wel een uurtje. Geur is fantastisch van die gloss en de glans is ook waanzinnig, maar je lippen worden er heel droog van. Dus het is, ja, het is maar een uri, dus het is leuk. Het is een leuk glossje, maar het is niet voedend. Je krijgt echt droge lippen, dus je wordt echt, moet blijven smeren. Hij is wel mooi. Tja, ik ben er weer. Hi. Ik heb je zo gemist, mijn schatje. Hi, ik zie gewoon aan je dat je alleen bent geweest. Je bent minder fluffy. Ja, sorry schatje dat ik weg was. Maar gelukkig heeft Eline voor jou gezorgd, hè? Was Eline hier net nog? Heb je lekker met Eline gespeeld, Poesie? Ik heb je zo erg gemist. Je bent zo lief. Je weet niet hoeveel ik van jou hou. Ik heb volgens mij alleen maar over jou gepraat. Over hoe erg ik jou mis. Ik vind jou zo lief. Ik vind jou zo lief. Ja. Oh, er staat de robot nog, omdat ik naar jou aan het kijken was. Ik was naar jou aan het kijken, Poesie, of het wel goed ging. En dat ik jou zo mooi en lief vind. Is Eline daar jou geborsteld? Kom. Oh, ik heb je zo gemist. Je bent zo schattig en mooi. Je bent echt mijn kleintje. Ik heb je zo gemist, Poesie. Ik heb je zo gemist. Je bent zo lief. We gaan de hele avond samen lekker op de bank chillen. Ja? Had je lekker liquid snackje van mama gehad? It's so good to be home. Ah, deze trui ook lekker. Je eigen spullen, je eigen huisje ook. Hou zo van dit huisje ook. Niet normaal. Ah, heerlijk. Ellie, ik heb nog wel eventjes wat gekocht. Oh, ik had eigenlijk alles al laten zien. Behalve deze fruitschaal.
Lin, niet kijken naar wat ik heb gekocht als je aan het kijken bent. Kijk nou, hoe snoezig. En dus weer met zo'n hoofdbandje, wat ik dus heel grappig vind. Omdat zij dat dus stom vindt, vind ik dat heel grappig. Maar het is zo'n schattig pakje voor 6 tot 9 maanden. Echt te cute. En dan wel van onder met knoppies. Dat die luier verschoond kan worden. Ik ben lekker een film aan het kijken met Mila Kunis, die helemaal verslaafd is. Een goede film. Aan het koken, daar chia vanmorgen aan preppen. Zo ziet mijn fruitmand eruit. Dat is ideaal, dan wordt het gewoon minder snel beschimmeld en alles past in één. Dus dat is handig. Daar staat mijn bordje klaar. Het is keukenpapier. En hier ligt mijn foto al, want die lag nog in Zoetermeer. Allemaal nog, maar ik heb even die van leeftijd van 4 jaar erbij gepakt. Vanwege die nijsessie. En het is wel interessant. Nu weet ik natuurlijk niet meer waar ik het zag. Oh, dit is trouwens niet 4 jaar. Het einde is 4 jaar. Maar... ergens staat er dus iets. Ja, kijk hier. Op dinsdag en donderdag gaat ze om 3 uur mee met Ellie. Tot 4:45. Dat vindt ze niet altijd even leuk en ik ook niet. Op vrijdag is ze van 12 tot 5 bij Esther met Julia. Vriendin en een vriendinnetje van vroeger. Erg lang, maar het gaat goed en het lijkt me leuker dan op de NSO van Hummelord. Het liefst zou ik haar natuurlijk elke dag zelf willen halen, maar een leuke baan kan ik dan wel vergeten. Mijn moeder struggelde hier heel erg met, ja, ik kan niet altijd alleen maar met de kinderen zijn. Maar goed, kort hierna besloot ze dus wel om... stoppen met werken en dat papa alleen nog maar werkt. En was ze er dus voor ons. Maar ja, het zou natuurlijk niet moeten. Je zou natuurlijk gewoon je kind moeten kunnen wegbrengen. Maar dit is dus die vrouw waar ik mij niet fijn voel, dat gezin. En mama stuurde me net nog een berichtje dat ik hier ook een blaasontsteking heb opgelopen. Dat weet ik nog, dat ze zei dat ik op de grond zat en een blaasontsteking kreeg. Ik had sowieso vaak een blaasontsteking als kind, maar dat was hier dus ook. Wel een blij kind, natuurlijk. Ik was een blij kind. Maar ja. Schattig. Eens in de zoveel tijd in mijn vlogs en pak ik mijn kinderfoto's erbij. Ik vind het zo leuk. Nou ja, niet in mijn vlogs, maar gewoon in het echt. En dan film ik het ook. Ik vind gewoon terugkijken op je kinderfoto's. Ja, dat vind ik gewoon waanzinnig leuk. Geweldig. En mijn ouders zijn toevallig ook bezig om wat beeldmateriaal om te zetten. Naar dat we het nog kunnen bekijken, de oude videobandjes. Want ik heb dus bijna nooit filmpjes van vroeger gezien. En blijkbaar hebben mijn ouders superveel filmpjes. Schattig. Zo bruin ook altijd. Ja, ik vind het zo leuk om foto's van vroeger te zien. Ik vraag me dan ook echt altijd af, hoe gaat mijn kind er later uitzien? Echt, gaat mijn kind op mij lijken? Heel veel van deze foto's ken ik ook wel goed, want ik kijk echt, nou ja, zeker 2 keer per jaar wel in mijn fotoalbums. Ik vind het gewoon te leuk. Doen jullie dat eigenlijk ook? Hebben jullie fotoalbums? Laat het weten. Hebben jullie filmpjes? Dit is de stiefmoeder, eigenlijk de echte moeder, door deze vrouw, oma Jenny, is mijn vader opgevoed. Maar die is overleden toen ik op de middelbare school zat, helaas. Oh my god. Die ijsjes, ja. Dit vind ik zo'n schattige foto. Foto. Nou, lekker aan het eten op elke foto, ja. Mijn hele leven, oh, lekker, Becky. En dat werd dan natuurlijk op de foto gezet. Waar is die leuke? Oh ja, dit vond ik een leuke foto. To all the haters. Mood. Dit is nog musical waar ik in heb gespeeld, maar dat was al veel later in leeftijd. En dit kan ik me niet herinneren. Typering, moeilijk concentreren. Middelbare school, grappig. Nou, dat was het voor nu. Mango, die is veel te rijp, dus ik heb hem zo letterlijk met mijn handen gepeld, want die zo... raar was, maar hij is nog wel goed. Maar kijk, allemaal water. Maar ik dacht, dan ga ik dit wel door mijn chia pudding roeren, want ja, de smaak is nog goed. Nou, dat maak ik dit voor maandag en dinsdag. Mensen denken altijd dat het chia veel werk is om te maken, maar het is echt niet zo. Het enige wat zo is, is dat je bij het begin het even goed moet roeren, want net was ik dat vergeten. Misschien zag je het al op de achtergrond in de vlog, weet ik niet. Maar dan gaat het helemaal aan elkaar klonten als één grote homp. Oh, dit is te vol. Ah. Ziet er wel lekker uit. Mensen doen dit ook door in matcha, maar dat hoeft voor mij niet. Kan ik dit nu nog schudden of is het te vol? Het is te vol. Dag lieve mensen, ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Laat zeker weer een reactie achter en doe een duimpje omhoog. En vergeet niet op Instagram te volgen. En dan zie ik jullie graag volgende week bij een nieuwe vlog. Of op Insta.